Ik ben Shabianne Smit, 19 jaar oud en ik ben een upcoming artist en ik zit nu in mijn laatste klas van een kunstacademie. Ik begon vanaf mijn 5e met kunst. Ik was wel een tijdje gestopt, maar toen ik 15 of zo werd, begon ik weer te tekenen, naar YouTube video's te kijken en zo, step-by-step tutorials. En 16 jaar, I think, ben ik dan bij meneer George Struikelblok begonnen, bij de artblok. Met workshops en zo. Oh, en ook bij de Nulahateman Art Academy. Dus ik ben al 4 jaar professioneel bezig met kunst. Kunst voor mij betekent sowieso vrijheid. Dat je je gevoelens gewoon kan uiten. Any feelings wat je hebt. En wat in jouw mind is en heart is zo. Dat je dat op canvas of papier of anything kan zetten. Wat mij motiveert is de feit dat ik andere mensen raak. Of inspireren met mijn werkstukken. En dat het zoveel voor andere mensen betekent. En de idee dat ik het kan maken in de kunstwereld als een female artist. Mijn presentatie in mei voor mijn jaardag. Dat was ook zoveel pressure, dat was ook een hele drama. Ik moest mijn werkstukken voor zoveel mensen presenteren. En ik moest erover praten en ik hou niet echt ervan om te praten. Dus dat was something else voor mij. En dat het ook nog mijn jaardag was. Dus het was double everything. En om die schilderijen precies klaar te hebben voor die periode. Dus dat was ook nog een drama. En dus voordat mijn presentatie er was, is mijn enigste sculpture gewoon gebroken. Dus ja, het was dingen, maar at the end of the day dacht ik gewoon van oké, you made it this far. Doe het gewoon, je moet gewoon ervoor gaan. Want at the end of the day gaan andere mensen het toch leuk vinden. En jij gaat trots op jezelf zijn. Ik weet honestly niet hoe je mensen inspireert. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en... De mensen komen gewoon random die zeggen van ja, je inspireert me echt. Maar ik weet echt niet wat ik doe. Ik weet het niet. En dan zit ik in mijn mind van waarom vinden ze dat ik ze inspireer? Wat doe ik? Maar ik denk dat het gewoon de fact is dat ik voor mijn dromen ga. En iedereen wil dat doen. Want ik ga ook zo een andere pad op dat ik niet naar de normale school ga, maar naar de kunstacademie. Dus... is something else voor hun en ik heb dat op dat moment ook niet door. Dus mijn nieuwe series gaan over mental struggles zoals anxiety, depression en al die andere dingen. En mijn doel of wat ik probeer te doen is light on it, shinen. Dus dat mensen erover gaan praten en dat het niet meer een taboe is voor mensen. En dat ze niet alleen struggelen of niet alleen met zulke gedachten rondlopen. Ik zeg altijd aan mensen, volg je dromen. Luister niet naar andere mensen van oké, je gaat het niet halen met zoiets. Of als je dat doet, ga je het niet halen hier. Of dit en dat. Doe het gewoon. Als het je happy maakt, doe het. Waar mensen denken van oké, daarmee ga je geen living maken. Doe het gewoon. At the end of the day vind jij het leuk en jij voelt je compleet. En je doet het niet echt voor andere mensen, je doet het voor jezelf. Ik ben Shabianne Smit en a woman like me loves to inspire.